Hallo en dit is Dutch Cop Michael, vandaag met een iets andere video dan normaal, namelijk over de Battlefield 4 Second Assault DLC. De DLC-gegevens zijn gereleased en er zijn ook al uit op de Xbox One op 22 november. En dan zullen sommige mensen denken van, wat? Wacht eens even, de Xbox One is nog niet uit. Dat klopt, maar de Xbox One is wel al uit in Amerika, Japan en Duitsland. Kijk, Amerika en Japan snap ik nog, want Amerika, daar zit Microsoft en zo. En daar zitten ook alle investeerders en de meeste gamers. Japan moet ze maken, maar dan komt Duitsland. Eventjes, waarom Duitsland? In ieder geval, nou dan komt er nieuw, een Capture the Flag mode. En er komen 10 nieuwe assignments. Nou, de Second Assault DLC kan worden bekeken namelijk als de Battlefield 3 Back to Kraken DLC. Want we krijgen namelijk 4 maps van Battlefield 3 terug, alleen dan remastered in de Frostbite 3 engine. De eerste van de maps is dan Caspian Border. Caspian Border was voor mij echt een map. Voor veel mensen was het echt een air map en zo. Maar voor mij was het echt een map om met tanks te leven te gaan. Het is echt gewoon letterlijk een tank battle. Dan is steeds, er waren ook heel veel mensen in de air, ook genoeg mensen als infantry. Dan na de tweede Gulf of Omen. In Battlefield 3 had ik helaas geen premium, dus ik kon ook niet in de Gulf of Omen map. Maar wat ik heb gezien is ongeveer een map zoals Grand Bazaar met heel weinig vehicles. Dus er is net maar één LE4 en het is gewoon heel groot en heel veel huisjes. Ik denk dat het goed is dat deze in Frostbite 3 komt, want bij Frostbite 3 kan je echt alles slopen. Niet alleen bepaalde muren, je kan echt al die huisjes neerbrengen. Daarna, Operation Firestorm. Operation Firestorm was voor mij echt de airmap. Ik heb er heel veel uren in jets en in helikopters gezeten. Maar natuurlijk ook af en toe was wel eens leuk om dan eens een keer met vrienden te gaan en dan eens een keer een jeep in de lucht te lanceren. Daar heb ik ook vaak op Operation Firestorm gedaan. En dan de laatste map, Operation Metro. Operation Metro was zeg maar echt gewoon de infantry map op Battlefield 3. Het was een grote map, daar konden 24 mensen in en dan bam, geen vehicles. Het had gewoon 3 objectives. Dit is echt een van de meest gespeelde maps geworden. Echt heel veel mensen daar waren echt iets van gewoon met support, met een bipods, objectives aan het doen. Veranderingen anderen gewoon in close range met wapens met hoge fire rate en zo. Dan komen er 2 nieuwe vehicles. Daarvan weet ik helaas niks. En de wapens. Wapens komen ook echt allemaal terug. Vanuit Battlefield 3. Behalve de Gull Magnum. Dat is een nieuwe. Dat is niet zoals de .44 Scope. Maar dat wordt echt gewoon een nieuwe sniper. Daarna komen dan de F2000. De F2000 dat is een assault rifle van Battlefield 3. Het was een lekker wapen. Had een hoge fire rate. De knockback was niet al te hoog. En de damage was zo'n beetje medium. En zo'n beetje knockback kon je iemand makkelijk killen. Omdat je knockback was zodat je wapen omhoog ging. Om de aasval. De aasval was gewoon een personal defense weapon. Op iedere klas beschikbaar. Dat is anders dan een Battlefield 4. Daarin zijn ze alleen maar op assault. En dan de aasval was dan gewoon van, dat was een fijn wapen, want dat was altijd silent. Er zat gewoon een standaard silencer op de nog. Na de M60A4. De M60A4 was een light machine gun met redelijke damage, redelijke fire rate. Gewoon als een light machine gun zou moeten zijn. Want ik bedoel, dat is niet voor niets het wapen van Rambo. En dan de Dowie 12. De Dowie 12 was een shotgun. Misschien een beetje gehaald bij sommige mensen in Battlefield. Want je kon geen enkel potje Team Deathmatch spelen. Of er zaten al van die mensen met zo'n mooie DAO achter je. De DAO moet ongeveer vergeleken worden met de Uster's 12 wat je kan oprapen in Battlefield. Alleen dan de vraag is, wordt die ook als Uster's? Wordt die ook een pick-up? Want namelijk in Battlelog staat hij gewoon bij de wapens als van pick-up. Nee, niet als pick-up, maar als unlock. Dat je moet unlocken via een Simon dat 10 second assault komt. En dan is er natuurlijk nog de vraag, wanneer komt DLC uit? Als je naar de kalender kijkt, lijken er mij 2 datums dat ik zo moet schatten waar ze moeten vallen. De eerste is hier zo, rondom januari, want in iedere week zijn er 4, iedere maand zijn er 4 dingen. Behalve in januari, dat zijn er maar 3. Dus dat zou een van je mogelijke datums zijn. Maar als je ziet, is die wel erg dichtbij bij de tweede. Die wat, bij de eerste, sorry, wat kwam op 3 december. En in 3 december was een paar dagen na de Europa release
van de PlayStation 4. Ze zeggen dat de Second Assault voor de rest van de PlayStation rond als de Xbox One uit is, dus rondom april. Dat zou mijn tweede gok zijn. Het kan ook natuurlijk zijn dat het anders is, want Battlefield, gemiddeld Battlefield spel gaat 2 jaar mee en een Call of Duty spel 1 jaar, dus voor Battlefield ook langer wachten voor hun DLC's. Maar als ik zou moeten gokken, dan denk ik dat mijn meest waarschijnlijke gok hier zo rond april, mei ligt. En dat was een beetje alles wat tot nu toe is vrijgegeven voor de Battlefield 4 Second Assault. En ik hoop dat jullie het informatief.